Nou, hier stond hij dus met een dialyseapparaat. Ik ben natuurlijk heel blij dat hij nu weg is. En sowieso heel blij dat ik niet meer hoef te dialyseren. Dus ja, ik hoop echt dat die wet erdoor komt voor, ook voor anderen. Want nou ja, ik heb gewoon een heel nieuw leven hierdoor. En door mijn nieuwe nier. En dat gun ik iedereen. Kunnen we redelijkerwijs aannemen dat het aantal geregistreerde donoren omhoog gaat? Camilla uit Heilo heeft na een lange strijd eindelijk een nieuwe donornier. Is er meer kans op zelfbeschikking? Ik kan nu gewoon weer meer dingen doen die ik wilde. Weet je? Zoals, het simpele dingen zijn zoals werken, in de auto stappen en naar mijn werk gaan. En sporten. En hoe is dat? Ja, dat is geweldig. In de Eerste Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de nieuwe donorwet. Iedereen wordt automatisch donor, tenzij je aangeeft dit niet te willen. Ik kan mensen natuurlijk niet dwingen om donor te worden. Dat is onmogelijk, dat kan ik niet doen. Maar het zou zo mooi zijn als mensen eens goed nadenken wat het voor een ander kan betekenen. Hè? En na je overlijden heb je in principe niet zo heel veel meer aan je organen. Laten we wel zijn, ja toch? Tegenstanders vinden de wet veel te ver gaan. Iedereen is baas over zijn eigen lichaam. Ja, dat kan me wel eens boos maken. Dan denk ik, er wordt weer ontzettend veel tijd besteed aan ouwe hoer. Gewoon, je hebt toch een keuze? Ik bedoel, als je niet wil, dan zeg je toch gewoon nee?